Cassoulet is een klassiek Frans streekgerecht. Het kost best wel tijd en moeite om het te maken, maar het resultaat is er dan ook naar. Trek hier echt minstens 5 uur de tijd vooruit om het te maken. Allereerst week je de witte bonen in koud water, giet je af en vervolgens zet je dat weer onder water samen met varkensvlees, ui, kruidnagel, de kruiden en de wortel. Dat breng je aan de kook en dat kook je gedurende 30 minuten. Dan gaat daar de verse worst bij. En dat kook je wederom 45 minuten. En dan verwijder je alles behalve de witte bonen. Die kook je dan nog even door totdat ze beetgaar zijn. Dan doe je een klein beetje van het vet van de confit de canard in de pan. Dat verhit je. Dan gaat het lamsvlees bij. En dat bak je dan rondom aan. Voeg dan de ui toe. Die bak je glazig. En dan gaat de knoflook erbij. En eventueel de worst die je hebt gekookt. Die kan nog 2 minuten meebakken, is niet nodig. Wanneer de uien gaar zijn, dan leng je de tomatenpuree aan met de witte wijn. Dat gaat erbij. Dat kook je een beetje in. Voeg eventueel een scheutje wijn toe als het te droog begint te worden. Dit brengt hem op smaak met peper en zout. Dan gaat daar de gekookte varkensvlees gaat daarbij. Dat schep je om, dat zet je weg. Dan ga je de ovenschaal vullen. De witte bonen gaan onderin. Gevolgd door het vlees. Daar gaat de kanaar en de worstjes bovenop. En dan maak je het af met de witte bonen. Vervolgens verwarm je de oven op 160 graden. En dan zet je de schotel net onder. Voeg een klein beetje bakvet toe en vervolgens het kookvocht totdat het dus net onder staat. Dan maak je af met broodkruim. En dan zet je het nog ongeveer 1,5 uur in de oven. Dan is de cassoulet klaar. De cassoulet die serveer je dan met stukken stokbrood.